Met de omschakeling van gas naar houtsnippers bespaart de gemeente 15.000 euro aan energiekosten per jaar. Maar het kan nog zuiniger door zelf de houtsnippers te leveren. Op dit moment kopen we nog in via de handel. Maar op termijn gaan we toch zien of we ook onze buitendienst dat die in de houtsnippers kan voorzien. Daarnaast is het waterschap, die heeft ook belangstelling, die hebben ook veel snoeihout. En die zeggen ook wel van nou, wij willen misschien ook op termijn wel aan jullie leveren. Dus wat dat betreft, dan zou de keten helemaal rond zijn. Het systeem is relatief nieuw in Nederland en daarom werd deze installatie de afgelopen week uitvoerig getest. Het ging goed. Kijk, als je iets met iets nieuws begint, er is altijd wel eens een kinderziekte. Er is één dag geweest dat het water dus te koud was, omdat er wat haperingen waren met de kachel. Ik heb begrepen dat het door het hout kwam, maar de volgende dag was het allemaal weer in orde. Dus wat dat betreft, ja, dat moet je gewoon op de koop toenemen. Wanneer de houtsnippers van goede kwaliteit zijn, dus droog genoeg, dan komen er vrijwel geen rookgassen vrij. Daarnaast het afval wat we ervan hebben na het verbrandingsproces, dat is 0,5% van het materiaal wat we erin doen. 30 kuub houtsnippers hebben we tot heden toe verbrand. En we hebben nu een paar kilo aan as hebben we nu. Dus dat is minimaal. De nieuwe houtkachel gaat niet alleen het wisselbad verwarmen, ook de naastgelegen gymzaal wordt erop aangesloten.